This is voor Nederlanders, jij Nederland. You have some flowers en de knolpower en ook mijn meermand. You sit on feet, watch X on the beach, say patat not friet. You have Sigi, you're ya from Kadri, but geen president nie. You eat pancakes with kaas, Willem is your big baas. This kind zegt, your weather is trash, your deska is a smash. You are drinking some Heineken, you are loving your Kleineken. De Albert Heijn en de Jumbo, een hamer, hi, he's called Gio. Your OV-kaart is a little bit duur. Like snacks uit de muur, Rodea de Optoctic, geef mij maar Royalistic. You also have some Friesland, and this girl is irritant. Rappershorts is een lekker ding, even opwindend als de Efteling. Verhoeven is the strongest man, Verstappen is the fastest man. Tim Hofman is the wisest man, Bram Krikke is a man. So that is dus Nederland, stroop wafels in the hand. Your culture of polders en fietspad schept a beautiful band. Eens kijken wat mijn studenten doen in de vakantie. Waarschijnlijk missen ze mij al. Ik mis mijn leerkracht totaal niet. Kijk, Milan is aan het zonnen. Hopelijk verbrandt hij niet. Allee! Oh, Sam heeft mijn brief gekregen op zomerkamp. Yes, een brief. Hij is zo blij. Eindelijk iets om mijn poep mee af te kussen. En Sophie moet Frans spreken op vakantie. Mijn lessen komen van pas. Excusez-moi. Do you speak English? Roos is op vakantie in Nederland. Zo gezellig. En Daan is aan het tuinieren. Wat gebeurt er eigenlijk als ik op deze knop duw? Leonie is op vakantie in zicht. Maar waar ligt hij eigenlijk? Geen idee, maar in de krant stond mooi weer in zicht. De buurman is mijn echte papa. Nee maar, Isa is op een barbecue. Ik hou van barbecuen. Oké, wacht eens, moet dat vliegtuig al opstijgen. Normaal kan ik dat besturen via dit knopje. Is op een festival. Maar wacht eens, heeft ze die drank meegesmokkeld? Mag niet. Nee, dat is gewoon water. Door deze airfles proef ik smaak via geur. Gewoon zeggen. Dat zegt mijn man ook altijd. Dat is zo lekker. Dat zegt mijn man ook altijd. Maar goed, nu ga ik verder feesten, want ik wil zoenen met jongens. Dat zegt mijn man ook altijd. Jongens! Oei, en Luc heeft zich verstopt. Kan jij hem vinden? Oh nee, mijn zus is daar. Raar kind. Vandaag ga ik inbreken in een school. En dat kan maar op één manier. Mevrouw, wat doet u hier? Oh, Franse! Ah, kom maar binnen. Yes, ik ben binnen. Maar hoe ga ik voorbij de lasers geraken? Sst, ik moet stil zijn. Wat zou er al jammer zijn als ze mij horen? Hè? Eens kijken in de glaasjes. Oh, lasers. Oh, amai. Wie heeft dat nu opgehangen? Ik heb hier een geheime boodschap geschreven. Ik heb last van mijn stoelgang. En nu ben ik in het biologielokaal. Een man? Wat heeft dit te betekenen? Nog even controleren. 1, 2, 3, 4. Ja, een stoel heeft 4 poten. Ja. Dit is de zandbij, dit is de metselbij. Ik geef bijles. Yeah. En dan is het nu tijd voor de trashdrop. Oh. Was dat niet te raar? Voilà, dat was het. Doe ook weer met de trashdrop en drop je trash in de vuilbak. En check de rest van deze aflevering op deze website. En ik zie u volgende week. Yo iedereen, ik ben Jordi en ik ben een echte padvinder. Allee ja, een iPadvinder. Maar bon, geen elektronica op kamp, dus jullie weten wat dat betekent. In de meeste bossen vind je enkel bladeren, takken en als je geluk hebt, een tweepersoonstent. Met een paar typische voorwerpen uit een bos kan je deze werkende douche maken.
echt praktisch. Zomerkamp is zwaar. Net zoals mijn leerkracht wiskunde. Hoe ik anders wel voorgeslokken, kan die keigoed nadoen. Daarnaast ben ik ook keigoed in rooksignalen. Met mijn veep! Ik heb rooksignalen in aardbeiensmaak, in watermeloensmaak. Kies maar. Oké, niet schrikken, maar er is een pissebed in onze tent. Ik heb een blaasontsteking. Ik zou eigenlijk willen jagen op rund, maar mijn zus is thuisgebleven. Maar ik heb geluk, want ik sta oog in oog met een wilde kip. Kip maakt je klaar op vuur, zonder behulp van Photoshop. Prachtig. Naast kip en mijn teennagels is er geen eten. Behalve deze sandwiches van Alorijn die ik heb gewonnen door een spaaractie. Ik ben bang van meisjes. Spaarcodes op de verpakking en een gratis sandwiches op zomerkamp. Hallo, mijn papvinder Jordi. Het is mijn mama. Mooi in bad. Opa, waarom is er eigenlijk overal mist? Het begon in 2023. De opkomst van de natuurrampen? Nee, veel erger. De opkomst van de V-boys. Wat? Ze roken naar aardbei en watermeloensmaak. Samen zuigen, regenboog ruiken. Wolkjes de lucht inblazen, stiekem ook slipjes dragen. E-sigaretjes, framboosprinsesjes. En waar zijn die strawberry queens nu? Dood. Hoe verschillende mensen hun wachtwoord bepalen. De leerkracht wiskunde. Een stoel heeft vier poten. De leerkracht Frans. J'ai du baguette, j'ai du toilette, j'ai du buikvet. De oma. Oh mijn god, ik heb het beste wachtwoord ooit. Wachtwoord. De simp. Ik pak gewoon de naam van mijn crush en zijn geboortedatum. Onkel Rudy, 1942. Het koppel. Schatje, ons gemeenschappelijk wachtwoord is mijn verjaardag. Dit is Patrick. Patrick heeft nooit kunnen inloggen. De kat. De strever. Ik heb geen wachtwoord. Ik gebruik gezichtsherkenning. Gezicht niet herkend wegens te lelijk. Erg jammer. Yes! Het meisje dat niet weet als ze geadopteerd is. Mijn papa heet Dirk. Huh? Wachtwoord is onjuist. De pianist. Michael Jackson. Wat zou een geschikt wachtwoord zijn? Mario. Wat zou een geschikt wachtwoord zijn? It's me, Mario. De bedweter. Ik heb een ander wachtwoord per platform en ik heb 2-stapsverificatie. Nu, een goed wachtwoord moet complex zijn en moeilijk om te ontcijferen. Dus wat is complex en moeilijk te ontcijferen? Mijn vrouw. De moeder. Ik pak gewoon de namen van mijn kinderen als wachtwoord. Dat vergeet ik nooit. 14 uur later. Wat was mijn wachtwoord nu weer al? 14 uur eerder. Ik pak gewoon de namen van mijn kinderen als wachtwoord. Dat vergeet ik nooit. 14 uur later. Wat was mijn wachtwoord nu weer al? Einde. Wat zou eigenlijk gebeuren als ik dit lichtje aandoe? Hoe verschillende leerkrachten een scheet laten. De leerkracht Nederlands. De leerkracht Engels. De leerkracht Duits. De leerkracht Frans. De strenge directrice. De leerkracht Geschiedenis. Deze spaar ik al sinds de Tweede Wereldoorlog. Die van de ziekenboeg. De leerkracht Muziek. De bange stagiair. De leerkracht Economie. Die moest eruit. Had al maanden geen huur meer betaald. De vrij knappe leerkracht Sport. De vrij lelijke leerkracht Bio. De leerkracht Wiskunde. Oh nee, ik moet een scheet laten! Tot is ontploft, einde. Eens kijken wat mijn studenten doen na de les. Ik haat mijn leerkracht. Dat kan natuurlijk over iedereen gaan. Ze heeft een groen kleedje aan een pruik. Oh. Mijn leerkracht Frans staat echt bovenaan mijn lijst. Yes. Om met haar stomme kop van de trap te duwen. Kijk, Dennis heeft zijn handboek vast. Die gaat sowieso studeren. Bruh. Ah, Jelena is haar ademwereld in orde. Ja, ze ligt er al sinds gisteren. Huh? En is de strever nu aan het zoenen? Natuurlijk niet! En volgens haar status is Anna aan het theewerken. Is er iets nieuws via de computer of zo? En nog arme Sander. Zijn hele familie is overleden.
Oefening over je familie. De passé composé. Ah, Freya is precies op een feestje. Alle eentjes zwemmen in het water. Even de muziek aanpassen. Beter. En wat zou Bruno aan het doen zijn op zijn laptop? Beelden opvragen. Oké dan, ieder zijn ding zeker. Oh, en Bram zijn mama is na 3 jaar terug uit Australië. Mother, you're back. I love you. Ik ga hem even opbellen. One moment please, mother. Hallo? Maar wacht eens. Is Jonas nu aan het sluikstorten? Dit is net zoals mijn leerkracht Frans. Trash. Dat is stout. Heel stout. De komende weken kom ik langs op plekken waar jullie chillen om te controleren of er geen afval ligt. Reageer de naam van je school of je gemeente en wie weet kom ik langs. Check alle afleveringen op deze website en drop je trash in de vuilbak. Hier. Het lijkt alsof die voor mijn huis staat. Oh, met een bom. Dat is door het einde. Oké, wat er ook gebeurt, niemand mag ontdekken dat ik Mario ben. Meneer, wat is uw naam? It's me, Mario. Shit. Mario, u wordt gearresteerd wegens dierenmishandeling. Hoezo? Ik ben onschuldig. U heeft letterlijk met 40.000 schildpadden gegooid. Oh ja, ik ben compleet schuldig. Daarnaast wordt u verdacht van illegaal transport via buizen. En zou u 50 jaar lang de prinses gestalkt hebben. Mario, kennen geen prinsessen. En wat zegt u als ik u deze foto toon? Mario, ik weet genoeg. Liever onmiddellijk mee te komen naar het politiekantoor. Maar ik wou niet meekomen, dus gebruikte ik mijn gevaarlijkste wapen. Serieus, Mario? Mario? Kom jong, meekomen. Mamma mia! Bruh. Vandaag nemen we afscheid van Tanja. We zijn hier samengekomen met haar familie, haar vrienden en haar studenten. Yes! Tanja was een prachtige dame. Ze had een groot hart, een mooie persoonlijkheid en een dikke kont. Graag houden we 1 minuut stilte. Sorry, ik heb spetterpoep. Spetterpoep, pastoor! Liefste mevrouw. Dat is pech! Treut weg! Op toetsen of examens heeft Tanja ons vaak gezakt, maar vandaag gaan wij Tanja laten zakken. In de grond. En dan gaan we nu luisteren naar een audiofragment dat Tanja zelf heeft nagelaten. Hallo, het is Tanja hier. Komen jullie na de begrafenis ook naar de koffieademtafel? Ik heb wel nog geen tijd gehad om de toetsen te verbeteren, want ik was druk bezig met overlijden. Alleszins, liefste familie, liefste vrienden. Liefste ratkind, ik ga jullie missen. Wij ook, Tanja. En Fransje, spetterpoepastoor. En tenslotte heeft ze nog voor iedereen een brief geschreven. Welkom in de hel, mevrouw. Waarmee kan ik u helpen? Bent u de duivel? Nee, ik ben maar een stagiair. Ik ben eigenlijk de geest van Michael Jackson. Daar geloof ik niets van. Daar geloof ik alles van. Alleszins, ik zal de duivel even roepen. Duivel! Nee, niet duivel. Duivel. Nee, niet zuivel. Duivel. Nee, niet bulldozer. Dat lijkt er niet eens op. Duivel. Ja, wat moet ik hier doen? Zij zal branden tot in de eeuwigheid. Of strijkhout, wij kunnen dat niet. Branden? Wie denkt wel niet dat je bent, meneer de duivel? Meneer de duivel? Ah ja, dat is waar. Maar ik ben mevrouw Janssens, professionele truts. Of in Frans. Truut professionel. Of in Duits, professional trutski. Ik heb 700 mensen gedood. Ik heb 700 leerlingen gekloot. Ik bezit de gevaarlijkste vloek. Ik bezit een heel grote geodriehoek. Ik ben de reden voor elk verdriet. Ik heb de toetsenmapjes ordelijk aan elkaar geniet. Ik ben de baas van de wereld onder de grond. Ik heb een enorm dikke kont. Oh my god, ik vind je zo aantrekkelijk. Wil je zoenen? Graag, maar uw adem stinkt naar koffie. Dat is de hel. Inderdaad. De hel. Vanaf dat moment was ik smoorverliefd op Roger. Ja, dat is blijkbaar zijn echte naam. We kregen 2 vampierkinderen, Foka en Bulair. Ze waren vrij lelijk. Erg jammer. Manieren om te zoenen. Het vragen. Wil je zoenen? Het meedelen. Ik wil zoenen. Het bevelen. Jij en ik zoenen nu. Met een briefje. Met een mooi gezicht. Oké, als ik wil dat zij wilt zoenen, moet mijn gezicht er mooi uitzien. Laat weten in de comments wat de beste optie is. Dit is optie 1. En dit is optie 2. Met lieve woordjes. Ik wil dat je me zoent op een plek waar ik nog nooit gezoend ben. Oh my god. Tussen uw tenen? Nee.
nee, ik had het over mijn nek. Vieze reek. Oh. Met romantische muziek. Google, speel de romantische liedjes. Is goed, daddy. Lockdown 2, zit er nog aan te komen. Op een feestje. Op elk feestje waar ik kom, moet en zal ik iemand zoenen. Dit is de begrafenis van tante Agnes. Ah. Op een ander feestje. Dit is het verjaardagsfeest van uw 2-jarige zus. Waarom is Marco Borsato hier? Met respect. Dit is mijn eerste kus, dus misschien moeten we voorzichtig beginnen. Met een leugen. Oh nee, ik ben dodelijk ziek. Het enige dat wij gaan redden is een passionele zoen. Oh, wacht, ik zal onkel Rudy gaan halen. Oh.